Maar vader, ja. Vader, goeiedag. Zie wat er gebeurt. Wat zie jij, mijn zoon? Ik zie verdriet, vader, lijden, landen in oorlog. Ik weet het, zoon. Ziekte, haat en vervuiling. Op sommige plaatsen zo erg dat het leven er onmogelijk is. Ik weet het. Miljoenen mensen zijn op de vlucht, vader. Ze maken elkaar het leven onmogelijk. Leven zal er altijd zijn. Ik heb de mensen nooit losgelaten. Door de eeuwen heen heb ik gewerkt aan een oplossing. En wat heb jij? Ik was mens onder de mensen. Ik werd geboren als een baby in een stal in Bethlehem. Ik weet wat lijden is. Ik heb je zelfs verlaten. Ja, vader. Waarom? Omdat ik de mensen nooit meer geloof. Zij hebben me gedood gedaan. Omdat zij nooit meer bang te zijn voor de dood. Want jij hebt de dood overwonnen. Jij hebt het lijden van de dood. Vrij? Ja, de mensen zijn vrij. Vrij om te kiezen. Ja, ik zie ze kiezen voor macht, geld en eer. Dat is hun keuze, zo. Er zijn een volk die jou willen aanvaarden en die jouw voorbeeld van liefde willen volgen. Zij kunnen zich eeuwig gelukkig blijven. Ik geef het in hun hart door onze geest. En deze aangebedenis. Altijd zal dat leven mogelijk zijn en op een dag wordt ze vernieuwd. Dan zal ik alle tranen wegwissen. De dood zal het niet meer zijn. Geen pijn meer en geen verdriet. Wat ik beloofd heb,